Je kijkt naar het weekendweerbericht voor de Alpen. Op dit moment is het op sommige plaatsen hartstikke helder en kijk je de wereld uit. Deze foto is gemaakt vanochtend vroeg op de Hintertuxgletscher in het Tjilertaal. En we kijken in noord-noordwestelijke richting. En we zien in de dalen dat er nog wel wat laaghangende bewolking zit. Maar de toppen steken er mooi bovenuit en daar is het dus zonnig. Aan de noordflank van de Alpen zien we duidelijk meer wolken. En van het westen uit neemt de bewolking geleidelijk aan ook toe. In de late middag en avond kan er ook wat sneeuw gaan vallen en die sneeuw zien we met name in Frankrijk en Italië. Morgen wordt het even wat droger en morgenavond en zondag gaat het hard sneeuwen. Vooral in het Oostadal, in het noordwesten van Fr uh, Italië en ook in het noordoosten. In de Dolomieten gaat een heel pak vallen. Niet overal valt de neerslag als sneeuw, want de sneeuwgrens ligt zo rond de 1000 meter. En als de sneeuw echt flink doorzet, dan zal die sneeuwgrens langzaam wel wat gaan dalen. Het weer in detail. In Frankrijk beginnen we met zon. In de loop van de dag meer bewolking en aan het eind van de dag wat lichte sneeuwval. Maar hoe noordelijker, hoe kleiner de kans op neerslag en hoe langer de zon het ook volhoudt. En dat geldt ook als we in oostelijke richting via Zwitserland en het noorden van Italië richting Oostenrijk trekken. De sneeuw komt later als die al komt en de zon houdt het veel langer vol. Temperaturen in het algemeen zo rond het vriespunt. Op sommige plaatsen kan het al wat feunachtig worden en liggen de temperaturen wat hoger. En dan heb je het met name over de noordflank van de Alpen. De sneeuw die gepland staat voor Carintië in Oostenrijk zal ook pas op zijn vroegst in de avond gaan vallen. Morgen hebben we dan op meer plaatsen wat sneeuw. En dan kijken we met name naar een gebied aan de zuidflank van de Alpen. We kunnen een lijn trekken dwars over de Savoie, volgend de grens van Zwitserland in Italië en de grens van Oostenrijk en Italië. Ten zuiden daarvan valt de sneeuw, ten noorden daarvan is het eigenlijk prachtig weer, een beetje feunachtig, maar dat betekent ook dat de zon nog behoorlijk wat ruimte zal krijgen. Zondag breiden de wolken zich uit, wordt de neerslag intensiever, nog altijd de hoofdkam van de Alpen als zo'n beetje grens. Ten noorden daarvan valt niet veel of blijft het zelfs helemaal droog, en ten zuiden daarvan soms een flink pak. Neerslaghoeveelheden die kunnen resulteren in een neerslagsom van zo'n 20 tot 40 centimeter sneeuw in het oosterdal. Er staan millimeters, maar dat betekent dat uh, het regent in de dalen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de Dolomieten. En er kan zelfs nog wat meer vallen op sommige plaatsen. Op de hogere pistes zelfs een halve meter verse sneeuw. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.